Welkom in deze nieuwe video van Polskaart. Ik heb vandaag een kookje gedaan. Ik ben heel blij mee. Ja, ik weet niet wat zij dat ze gevonden. Ik weet het. Maar ik heb ze mijn eigen van. Ik heb het warm. Mijn pomp ligt op het afgelens. Dus is er maar één oplossing en iets vinden waardoor dat niet afkoelt. Het konijn is op TikTok al even in geweest. Die vond het, ja, die was een beetje verschoten, die is zelf ook ingekropen. Maar het is gewoon, ja, ik denk al voor een kat en inderdaad al een kwaliteit van ook al goed zijn van de hond. Dus ja, heb ik dit eigenlijk gekocht. Ik vind het wel leuk eigenlijk, want nu vind ik het zelf. Mooi handig, het is nog wel een beetje koud omdat het nog maar net staat, maar het is gewoon leuk om het door te wandelen. Ideaal. Op 20 minuten was het eigenlijk volledig klaar, op 20 minuten. Het staat 20 minuten wachten, maar het is toch wel rapper klaar hoor. Het is niet dat 20 minuten duurt. Je hoeft ook geen gaatjes te prikken, die gaatjes kunnen eruit. En die doen het eigenlijk al heel goed. Die gaatjes. Je kunt het ook zachter zetten voor kleine kindjes. Ik denk, ja, maar ik heb ook kleine kindjes. Dat is ideaal, voor kleine kindjes om het zachter te zetten. Dus dat gaat allemaal. Dat is geen enkel probleem. En dit vind ik dus echt wel de moeite waard. Je kunt er ook nog aan inzetten. Dus ideaal voor kindjes en ook voor volwassenen. Zodat je wel kunt zien aan. Als je daar in staat, dan ziet het er zo uit. Ja, het is nog wel een beetje fris, maar het is wel leuk. Ideaal. En dan hebben we 3 euro. Ja, ik zag al die staan voor de kinderen, dus ik dacht van de grote mond. En dan kun je ook een enigheid. Je hoeft niet altijd een zwembad op te zetten. Je kunt je nog in douchen als je dat wilt ook, hè. Heb je een douche? Dus ik vind het wel leuk. Top, top, top. Het is ook voor mij dat ik altijd voor een doosje steek, dat moet je eens even kijken. Ik heb geen pomp nodig, het is puur het water dat je nodig hebt. Om 20 minuten te staan. Ja. Ik kan dat wel eens testen met mijn poes, ik ga het eens even gaan halen. Ik ga eens kijken hoe dieren reageren. Is er sowieso al iets van? Zo. Doe het toch even in je wees. Ze vonden het toch precies een beetje eng. Maar het gaat om het idee, hè. Dus je ziet het kat kan er even goed ook nog in. Allee, ja, de mijne is nu geen waterrat. Dat je wel kunt zien wat het gewoon is om te proberen. Dat is niet. Ik heb haar niet vastgehouden ofzo, ik heb haar gewoon even ingelegd. Muffin is wel aan het kijken. Ik daar wel. Ja, spijtig genoeg kunnen we het niet anders draaien, anders zouden we het kunnen anders draaien. En dan zouden we het in de zon kunnen zetten, want dat gaat niet.
die hebben we een beetje kunnen zien. Of het een beetje leuk vond. Dus doe zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we er misschien weer met een leuke video. Tot ziens!